iedereen en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe jullie sieraden moeten maken of ja, kunnen maken met kettle en niet ziften, want iemand wil dat graag weten. Als ik er comment vind, dan komt dat hier ergens in beeld. Dus lijkt het jullie leuk als ik dat vandaag ga laten zien? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, ik zet jullie even hier en ik ga laten zien hoe jullie oorbellen moeten maken met kettlestiften of niet ziften. Ik haal soms het woord kettlestift en niet stift van elkaar, dus ik weet even niet meer wat een kettlestift is of een niet stift. Maar het eerste wat je nodig hebt zijn kettlestift of niet stiften. Voor mij zitten die in dit zakje. Hier zo zitten die in. Er zitten ook andere dingen bij, maar ik gebruik vandaag alleen de kettlestift of niet stiften. En wat ik daar precies van gebruik is dit, hè. Zo. Zo, dat is zo geen rondje, maar zo'n platte kant. Sorry voor het achtergrondgeluid van daarnet. Dus ik gebruik deze twee dingetjes. Als we wat scherp stellen. Die hebben zo een platte punt. En de achterkant. En nog zo geen rondje. Dus zo heb ik er twee nodig. Want je gaat oorbellen maken en dan is dat wel handig. Twee. Ik ga dat zo zetten. Dan gebruik ik oorbelhaakjes. En daar heb ik er ook twee van nodig. Ik gebruik ronde oorbelhaakjes. Maar natuurlijk kan je ook de normale oorbelhaakjes gebruiken. Die komen hierbij. En als laatste van onderdelen gebruik ik zoetwaterparels. Want ik kan zoetwaterparel oorbelletjes maken. Dus daar heb ik ook twee van nodig. En wat ik nog gebruik om zo de oorbellen te maken zijn deze drie tangetjes. Dus dan ga ik nu laten zien hoe jullie oorbelletjes moeten maken. Als eerste pak je zo deze kettlestift of niet stift. Ik weet echt niet wat het is. En dan rijd je er een zoetwaterparel op. Als die zoetwaterparel erop wilt. Want sommige zoetwaterparels hebben echt zo'n heel mini gaatje. Die wollen niet op. Omdat dat... Kijk. Dit is te dik, denk ik. Hoe die zoetwaterparel. Zoals jullie zagen waren de zoetwaterparels te klein. Dus ik ga gewone parels gebruiken. Want die zijn iets groter. Het eerste wat ik doe is, ik pak een parel. En ik doe die hierdoor. Zo, en ik denk dat ik er drie ga doen, want het is iets mooier dan eentje. Ziezo, ziet dat er zo uit. Als volgende knip je een stukje met de tang van die kettelstift of niet stift. Ik weet echt niet wat het verschil is. Het is ongeveer zo'n stuk. Knip je ervan af. Zo. En dan pak je zo een rondbektang. En dan ga je dat zo pakken. Dat hou je zo vast. Dat moet niet scherp zijn. En dan ga je dat er zo rond draaien. Zodat het een lusje maakt. En je moet zorgen dat je een heel mooi lusje hebt. Oké, dat is even frommelen. Of ja, een beetje zoeken. Maar dan heb ik zo'n lusje. Ik wil niet scherp stellen. Oei. Die gaat er vandoor. Er zit zo'n lusje aan. Oh, zo. Zo een lusje zit eraan. En dan moet je precies hetzelfde doen bij de andere kettlestift of niet stift. Dus dat ga ik nu ook eventjes doen.
Dus je neemt die kettelstift op die stift. Je richt er 3 parels op. Natuurlijk kan je er ook meer of minder op rijgen. Dat is jouw eigen keuze. Dus dat doe je. Je knipt er een stukje vanaf. Niet te veel en ook niet te weinig. Dat moet een beetje op gevoel. Zo. Je neemt je platbek, rondbektang en gaat een lusje maken. Oké, dan ziet dat er zo uit. Oké, dan als volgende neem je je oorbelhaakje. En je draait die open. Zo. Ik ga dat zo doen. Zo. En dan neem je de parels, of ja, kettelstift waar de parels rond zit, en doe je dat door dat oogje. En je draait dat oogje weer dicht. Zo. Dan heb je 1 oorbel gemaakt. En dan doe je precies bij de andere hetzelfde. Ik bedoel, je doet precies hetzelfde bij het andere. Dus je neemt je oorbelhaakje, je doet dat oogje open. Maar niet te ver open, gewoon net dat dat erdoor past. Je neemt je parelding, je zet er rond en je draait het oogje weer dicht. Zo. Dan heb je 2 oorbelletjes. En zo moet je die oorbelletjes eigenlijk maken. Dus eigenlijk dat is super simpel. Oké, dit was de video hoe je deze oorbelletjes maakt. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video ook zeker een dikke duim omhoog. Heb je nog vragen over de oorbellen of heb je nog leuke ideeën voor een YouTube video? Laat dan zeker weten in de reacties. En wie weet komt er binnenkort een video rond. Tot de volgende keer. Doei!